En ja, daarin zit hem veel meer een uitdaging. Ja. En ja, dat is lastig. En, het, ja. En ik vind het zelf ook jammer, want ja, ik denk absoluut niet dat er iets mis is aan haar intenties. Maar ja, ik vind het gewoon jammer. En Derek Olgevier, een schot, die komt ook wel op tv, die roept dan iedereen zijn geesten aan, overledenen, en komt meestal niet zoveel uit, vind ik, als... Last you. Nooit gezien? Nee, niet gezien. Een soort char ook. Ja. Maar, char. Ja. Ja, want dat... Maar meer show nog. Ja, weet je, wat ik ook een beetje een probleem vind, want je hebt in, bij Leiden heb je natuurlijk ook nog de levensstroom zitten. Ik weet niet of je daar anders geweest bent. Ja, want in zekere zin kun je het vergelijken met Jomanda, ook een hele zaal vol met mensen. En dan, ja, de persoon bijvoorbeeld, die noemt zich een priester. Maar ja, eigenlijk ook weer eenzelfde fenomeen. Van, ja, je laat mensen gezamenlijk focussen, genezen, energie vrijmaken. En die vrijgemaakte energie, die kun je dan focussen. Daarbij is ook weer een beetje het risico van wat is de mix. Inderdaad, van de energie die je gebruikt. En kun je hem harmoniseren en verrijken voldoende. Want mijn idee over religie en ook de functie van een priester is in zekere zin om... Ja, niet zozeer om kreupelen te laten lopen en blinden te genezen. Maar meer inderdaad die mensen naar een hoger niveau te trekken. En er zijn ook heel veel, ja, bijvoorbeeld in Zaragoza. Het is heel beroemd ook inderdaad ook voor de wonderbaarlijke genezingen die er gebeuren. Maar die plaats is zelf duister. Ja. Want ja, het is een krachtsfenomeen. En geen, niet per definitie een iets wat met wijsheid te maken heeft, of met een hoger bewustzijn te maken heeft. Ja. En ja, dat is een... Ik ben altijd zelf een beetje voorzichtig mee. Soms misschien ook wel te voorzichtig, want heel veel mensen noemen mij ook wel een beetje paranoïde. Angst voor macht, zeg maar. Jij zegt dan, dat is normaal. Ja, maar ja, het is, macht is ook best wel een valkuil of een verleiding of wat dan ook. En, zelf heb ik helemaal aan het begin, zeg maar, van mijn spirituele pad. Ik heb ook les gehad van een overleden sjamaan. Die had ook gewoon een aantal stelregels. Die had van, kijk, ik wil je wel lesgeven, maar er zijn gewoon een aantal dingen die we eerst even af moeten spreken voordat ik je van allerlei dingen ga leren. En een van de dingen is dus inderdaad ook zoiets van, ja... zuiverheid en harmonie is belangrijker dan kracht. Want ja, je kunt een hele hoop kracht toevoegen, maar daarmee wordt iets nog niet hoger. En het is de bedoeling dat iets hoger wordt. Je kunt beter een heel klein beetje zuiver iets geven dan heel veel onzuiver. En dat dat dus veel meer de essentie is van genezen. Dat je niet zozeer bezig bent met het veranderen van iets op een bepaald niveau, maar iets bezig met iets naar een hoger niveau te tillen, te trekken. En een andere regel die hij me meegaf, was inderdaad eigenlijk om niet te werken met dingen die sterker zijn dan jezelf, tenzij je daar een heel goede reden voor hebt of geen andere mogelijkheden voor hebt. Omdat de risico's daarvan eigenlijk niet de moeite waard zijn. Dus het is, ja, definieer misschien ook vanuit mijn... Ja, zeg maar, leraar, heb ik daar een bepaalde visie over meegekregen. Ja, andere mensen kunnen er anders over denken, maar ja, ik vind het zelf vrij wijs. Om inderdaad gewoon een minimum van kracht altijd te gebruiken. Als je een persoon wil genezen, prima, dan genees die persoon. Maar om nou inderdaad 400 mensen te verzamelen, om kracht te verzamelen om een persoon te genezen, ja, dan ben je naar mijn idee bezig met overkill, met meer energie dan nodig is, en eigenlijk neem je daarmee ook risico's die ook niet nodig zijn. Ja. Het lijkt me ook heel verstorend voor al die verschillende mensen, die energie.
Dat is moeilijk om dat te harmoniseren. Ja. Dus dat is een uitdaging. Ja. En hoe groter de groep, hoe lastiger het is. Je kunt het enigszins compenseren door inderdaad een gebeden of zang. Gebeden, zang. Ja, inderdaad. Gezamenlijk denken, gezamenlijk focussen. Ja. Dus dat helpt. Maar alsnog is het een hele truc, zeg maar. Ja. Mooie verhalen vertellen. Ja. Iedereen die gericht heeft. Ja. Ja, ik geloof altijd in het gebruik van een minimum van kracht. Dus dat gaat een beetje tegen mijn filosofie. Dat ik het zo stel. Ja. Oké. Okay. Nog meer? Ja, het was even die gidsen. Wat is dat, mag ik me voorstellen, de gidsen die we om ons heen hebben? Het zijn in zekere zin... zijn het ook gewoon personen, alleen dan dus zonder een fysiek lichaam. Ze hebben wel een energielichaam. Dus ze hebben ook emoties, ze hebben ook gedachten. Ze hebben ook een herinnering, zeg maar, zoals wij die hebben. Alleen ze leven dus in een wereld die veel flexibeler is. Zeg maar, vanuit hun gedachten zijn scheppend. Dus ja, als zij een ijsje willen, is er een ijsje. Als zij een boom willen, is er een boom. Hun realiteit, die zij zeg maar scheppen met hun gedachten, die filtert uiteindelijk naar beneden in onze realiteit. Dus zo'n gids die is dan bij ons en die heeft zoiets van, goh, het zou misschien wel goed zijn als, weet ik wel, Martin een leuke nieuwe auto zou krijgen. Nou, zij gaan dan aan een auto denken en dan hopen ze dus dat uiteindelijk de fysieke realiteit zich gaat schikken en dat, ja, op een gegeven moment die auto hebt. Dus dat is een beetje hun manier van werken, een soort wensdenken. En ja, als die wens maar lang genoeg volgehouden wordt, dan kan het zich gaan manifesteren. En het probleem van gidsen is dat ze vaak ook niet zo erg goed zijn in volhouden. Half autootje. Ja, dat is het. Gidsen heel lang niet lang. Maar ja. En ook iedere gids die manifesteert dus dingen op hun eigen niveau. Dus je hebt eigenlijk twee, je zou kunnen zeggen drie soorten van geest. Je hebt geesten die zeg maar met een persoon meereizen. En dat wordt dan meestal echt de gids genoemd, of de hoofdgids, of een beschermengel. En vaak vanaf heel jonge leeftijd, van een jaar of 3, 4, zijn die bij die persoon. En die maken eigenlijk datzelfde levensproces mee. En ze lopen vaak gewoon een aantal stapjes voor op hun mens. Dus ze zien van, oké, wat gaat mijn mensen erin meemaken? Oh, puberteit. Even kijken, even in de boeken duiken, kijken bij andere mensen, hoe werkt dat, hoe loos ik dat mijn mensen doorheen? En dan ja, proberen ze jou via vaak dromen of gebeurtenissen of gedachten of inspiratie, proberen ze jou een beetje daar doorheen te geleiden door je leven. Hoofdgidsen, die maken vaak in verschillende fases van je leven gebruik van specialisten. Dus die hebben zoiets van, oh goh, Martin heeft interesse in shamanisme. Dus kijken of ik geen kracht hiervoor kan vragen of hij eens langs wil komen. Of misschien een overleden shaman die ergens nog zich loopt te vervelen. Hey, zou jij je niet aan Martin les willen geven of zo? Dus die zoeken dan een specialist voor de verschillende fases in je ontwikkeling, zodat je die specialist, die hebt gewoon niet van oké, ik doe eerst dit mens of een aantal mensen, misschien 20 leerlingen. Maar die houden zich gewoon met één specifieke taak bezig en die zijn dan helemaal daarop gericht. En dan heb je ook nog plaatsgebonden geesten. En die willen eigenlijk een bepaalde energie op een bepaalde plek neerzetten. Bijvoorbeeld jij gaat bezig met shamanisme, je ontwikkelt je daarin en je begint een praktijk. En dan heb je dus, er zijn dan bijvoorbeeld geesten die zoiets hebben van, goh, hè, er gebeurt allemaal leuk werk en dat is allemaal transformatief en dat is eigenlijk wel mooi. En nou, kunnen we dat niet nog beter maken? Goh, we gaan eens wat leuke lichte energieën halen, die gaan we in de praktijk neerzetten. En dus helpen met die zwaardere energie of die klant af laten vloeien. Dus die zijn gewoon op één plek bezig. Vaak met het versterken van de energie die een mens op een plek heeft neergezet. En dat is op een bepaalde manier ook een gids. Want zeg maar vaak als je bezig bent tijdens die behandeling in die praktijk, dan zal die je helpen. Maar als je dan inderdaad ergens anders naartoe gaat en gaat healen, dan zul je merken van het gaat minder goed. Omdat je dus die locatiegidsen niet bij je hebt. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zegt van nou, je wordt ondersteund. Is er ook een mogelijkheid dat je zegt van nou, ik maak er beter contact mee, of de
manier waarop je ook dan kunt zeggen naar bepaalde gidsen die je ondersteunen? Ja, wat ze altijd erg fijn vinden, is als ze voldoende energie hebben om mee te werken. Want zeg maar, gidsen die bevinden zich zeg maar, in een hoger bewustzijnsniveau dan ons. En over het algemeen vinden ze het niet leuk om af te moeten dalen naar ons niveau. En we zien zo, moet dat nou? dus dat is voor hen al een gedoetje. En vaak als je ervoor kan zorgen dat het voor hen makkelijker is, dan zijn ze daar heel blij mee. Het kan eigenlijk op twee manieren. Punt 1 is natuurlijk gewoon de energie van jezelf en je omgeving verhogen, zodat ze minder ver in hoeven te dalen. Dan zit je van oké, nou de persoon dat is niet bezig met allemaal geweld en porno enzovoort, maar dat is veel, ja, zit al in een veel hoger bewustzijnstaat. Nou, dat is één ding, dat zijn ze heel blij mee. Wat je ook kan doen is dus lagere energieën beschikbaar voor ze maken door inderdaad wier, ook tabak, eten, iets te offeren. En te zeggen van oké, hier heb je wat lagere energie. In plaats van dat jij naar beneden hoeft te komen, kun je gewoon deze energie die ik hier op dit niveau voor je vrijmaak, kun jij gewoon besturen. Zodat jij zeg maar, op jouw niveau kan blijven zitten en toch hier een invloed kan hebben. Dus dan geef je ze eigenlijk een bepaalde macht over die lagere realiteit. Door die energie beschikbaar te stellen. En ja, dat is een offer in zekere zin. Dus, wat offer je dan? Wat ook in de vorm van een bloem zijn, dat je dus altijd een bloem zit. Ja, het belangrijke is eigenlijk dat er gewoon een levenskracht in zit. Dus ja, als je, weet ik veel, 3 maanden misschien al een taartje neerzet, dan onthoudt dat niet zo. Maar ja, als het gewoon nog relatief vers is, als er echt nog levensenergie in zit, dan werkt dat het beste. Ja. En eigenlijk is het verbranden. Is ook een manier zeg maar, om die energie vrij te maken. Maar je kunt het ook gewoon direct beschikbaar stellen. Misschien is het wel handig om misschien een stukje fly eventjes te demonstreren. Met fly? Ja. Oké. Okay. Ah, een demonstratie. Ja. Een stukje fly ook. Maakt het uit welke fly? Kers of appel? Doe maar de kers. Natuurlijk niet super bezig, maar er zit wel wat in. Maar probeer eens maar eens te voelen. Zeg maar van dat als je voelt wat gelijk van de vloer, maar relatief veilig is, dat er toch een bepaalde energie in de vlak zit. Ze voeden zich dan met deze energie die jij verder geeft. Nou, dat ga ik zo doen. Dat zul je merken. Dan ga je zo even dan nog erin. Ja, dat is nu nog niet geholpen. Dit is natuurlijk ook het laatste domein, is ons domein. Dus ze hebben geen recht om dan even te pakken en te nemen. Dus wij moeten ze dat recht verschaffen. Als het met die healing van Steve, dan is het bedoeld dat je ook echt alles af doet. Ringen, horloges, brillen, die verdwijnen. Kunnen verdwijnen. Ja, altaar, die worden helemaal op zijn kop gezet. Vlaggen die stonden in het midden, die vind je, weet ik. Als gekken zin hebben, doen ze van oh, ringen. Die zo. Die wordt echt gezegd, laat ze doe ze af, want er zijn de speeltjes voor, ze gaan ze leuk, neem ze mee. Dat kan. Maar ja. Zijn die gidsen dan echt geïnteresseerd in de levensenergie van zo'n stuk fly? Ja. Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Ja, het is fly. Morgen nemen we een busvraag. Een busvraag. Ja, dat is een goed idee. Oké. Iemand die er van mee gaat, die gaat.
voel ruimte. Je voelt wel wat, maar kijk, als je nou bijvoorbeeld zou psychometreren, iemand heeft dat servetje eronder gehad, iemand is aan het snijden geweest, dus daar zit al energie van jullie ook al aan. Ja, nou, de brood is dan wel weg als het goed is. Ja. Dus dan kunnen we ja, een gids of zo, maar ook een foto van Godin kun je dus vragen. Van, okay, nou, dan, ja, vind ik het misschien wel een hapje. Dus ja, dat in dit geval maar eventjes een heikaal te pakken. De Griekse godin van de magie. Dat we toch een beetje magisch bezig zijn ook. En wat je dan doet, dus dan ja, maak je een verbinding met de kracht. Dus dat kan ook je gips of je kracht die er zijn of wat dan ook. Maar dit geval is heikaal te. Ja, van hapje. Ja, om het bot te zeggen, maar ja. Op een gegeven moment voel je dus die verbinding en dan denk je, nou, oké, dat wil ik graag een kleine hulp geven voor het, de terugkeer van de magie in deze wereld. Dat zo'n domein binnen deze wereld zich uit kan breiden en sterker kan maken. Daarom een stukje eten aan je geven. Ja, het is een wil. Het is wat het is. Nou, dan denk ik op een gegeven moment van oké, nou, wat geaccepteerd. En dan begint het om opgegeten te worden. Er gaat een beetje tijd overheen. Maar het is wel veel. Dan merk je dus dat de energie getransformeerd wordt en ja, meegenomen wordt. Dat zou nu heel anders moeten worden. Nog wel wat, maar ik weet niet wat ik het goed moet zeggen. Het voelt wel anders dan dus net, dat wel. Te warm geworden van iedere dag. Ik dacht juist kamer. Ja? En ik voelde iets van prikkels. Het was nog wel anders als daar. Dus het was nog wel iets te voelen. Ja, je bril is toch niet meer hier. Anders in het geval. Ja. 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 Ja
gemaakt heeft of wat voor gedachten er nog wel in hangen. Er hangt nog iets in, dat is voor mij duidelijk, maar ja. Dat weet je niet aan die woorden. Ja, maar levenskracht is wel goed zien. Daar voelen we mee, ja. Levensenergie. Ja. En dat is indirect dus even een geschenk naar, in dit geval naar de gids. Ja, ik heb het. Ja, terug naar je dan. Ja. Ja. Maar ja, zo kunnen ze ook een eigen kracht hier wat in te geven. Ja. Ja. Of zelfs zijn eigen hogere zelf. Oh, ja. 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 Zijn er restjes? Nou ja, die Indiërs doen dat natuurlijk. Dat geeft natuurlijk ook eten aan. Doggyback, hoge zelfback in het restaurant. Krishna of zo? Oh ja, Krishna geeft dat. Die krijgt al, het eerste. Ja, het eerste, ja. Die krijgt echt het meest vers. En dan gebruiken ze ook alleen maar verse kruiden. Ik heb het ooit wel eens gekookt. Zo'n kookles. Alles vers en het eerste Krishna. Ja, dat is het beste. Ja, dat is ja, versterk je zijn invloed. Of zijn dus dat is wel, dat is dan wel mooi, ja. Want dit soort offers krijgen ze inderdaad gewoon de macht. Ja. Het gebrek aan verliezen ze niet. Ja. Ja. Niet zo'n gek ritueel. Nee, wat dat betreft zou misschien wel meer geopperd moeten worden dan af en toe. Ja. Dat ze geen dieren of mensen gaan offeren. Ja, het is op zich niet nodig. Het gaat om dat ze gewoon een levenskracht of energie die dit niveau bestaat, gewoon rijstof gaan. Maar dan kun je dus net zo goed als een dier dus. En beter eigenlijk. Beter eigenlijk. Ja. Okay. Want vaak hoe minder complex zo'n energie, des te makkelijker het is voor zo'n kracht om mee te werken. Als moet je het omvormen. Ja, ja. Een dier is heel complex, dat heeft allemaal emotie en gedachten en dingen. Ja. Nog simpeler en des te beter. Ja, dus een stukje fruit op voor is een stuk gunstiger dan om het anders op te het staat een beetje raar en ja, die priesters hebben ook zoiets van ja, hé, mijn god moet toch wel belangrijk zijn dan een stukje appel. Dus ja, gaat weer ego spelen. Dat is een kip. Wat andere kip, wat ene kip heeft voor het volgende geit. Wat andere geit heeft voor het volgende geit. Nou, bij de boeddha's liggen, die boeddha's zijn ook helemaal overladen met fruit inderdaad. Ja, dat is eigenlijk veel beter qua energie dan die hoge vorm. Moeten we deze maar weggooien, denk ik. Ja. Maar nu nog altijd. Er zat nog niet zoveel in. Nou, dan zullen we zo eens aan het werk. Hoeveel tijd hebben we nog? 10:03. Zullen we dan nu even pauzeren en dan gaan we daarna de inwijding en de oefening doen? Goed. Ja. Goed.